Maar als je dan wat verder mensen leven, dan blijf je toch altijd nog met vragen zitten. Die verwondering, dat geheim, Gods geheim. De dichter Huub Oosterhuis, ooit wel eens van gehoord, denk ik, die verwoordt het in een van zijn liedteksten heel mooi. God staat aan het begin en hij staat aan het einde. Hij is oorsprong, doel en zin. Alle ontmoeting, het luisteren naar verhalen van anderen klinkt altijd iets van de zin en de betekenis van het leven door. Daar zijn we allemaal mee bezig. Wat geeft nou mijn leven zin? Wat is nou de moeite waard? Als ik zo rondkijk, mag ik dat geloof ik wel zeggen. Zeker voor mensen die wat ouder worden. Komt die vraag nog indringender? Ik merk het ook aan mezelf. Niet dat ik me met 58 al heel oud voel. Maar ja, de grootste helft heb ik er ook op zitten. Zelfs als ik denk aan mijn opa, die 14 dagen na zijn 100ste verjaardag overleed. Oh, dat is zo mooi, ja. Het is geen garantie dat